Mass Effect 2, Star Ocean, The Last Hope, White Knight Chronicles, Final Fantasy 13 en Resonance of Fate. Ja, dat is een hele mond vol zo in het begin van deze aflevering van Uitgespeeld. Niet zonder reden, jongens, want dat zijn alle RPG-titels. Nou, alle, jij noemde ze zo daarnet nog een paar. Maar er komen in ieder geval het eerste kwartaal echt een shitload aan RPG's uit. Hoe komt dat, jou? Hoe komt dat? Geen flauw idee. Maar doe je een RPG? Vergeet me als ik het mis heb, hoor. Maar een RPG is toch een game waar je echt heel veel tijd in moet steken. Ja. Waar je minstens 2 maanden mee bezig bent om helemaal uit te spelen of door te spelen. Of soms wel jaren. Ik bedoel, Simon met Final Fantasy 12 heb je inmiddels uitgespeeld? Al lang, joh. Heb je heel lang over gedaan. Ik heb daar inderdaad denk ik 1,5 jaar mee gespeeld. Ja, ja, precies. Maar dat is toch zo? Een RPG, dat speel je niet even zo. Het ligt aan welke. Ik bedoel, Mass Effect, dat is een... Dat is een 30 uur game. Een derde of een vierde van de gemiddelde Final Fantasy game, als je wil. Maar er gaat veel tijd in zitten. Maar ik weet niet of dat met de release datum te maken heeft. Maar... Nou ja, wat jij wil zeggen, het is vreemd. Tenminste, het is opvallend dat ze allemaal nu in dit kwartaal uitkomen. Ik denk ook wel dat er wat... broedermoord gaat zijn, want Final Fantasy 13 staat tegelijkertijd met de Resonance of Fate ingepland. Wat is de Resonance beste... of Fate van de andere... Ja, maar als jij Sega bent en je ziet in je releaselijst Final Fantasy 13 daar tegenover staan... Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met een aantal dingen dat in Japan zijn natuurlijk super populair en in Europa net iets minder. En in Japan willen ze allemaal het einde van het jaar mee pakken. Dus dat is bijvoorbeeld met Final Fantasy daar gelukt. Vervolgens zullen ze die RPG's nu nog even eventueel in het fiscale jaar proppen wat 1 april afloopt. En er komt nog eens een keer bij dat aangezien het hier natuurlijk geen super populair genre is, dat er een hoop van die titels die hebben het meest efficiënt om uit te brengen in de rustige periode. Niet dat dit nu een rustige periode is, maar ik kan me voorstellen dat heel veel ontwikkelaars hebben gezegd met een White Knight Chronicles en Resonance of Fate, zo van, hey, weet je, zijn nieuwe IP's. En het is al een moeilijke genre om te verkopen, dus we gaan in het eerste kwartaal van 2010 zitten waar niemand zit. Voordat maar nu zitten ze allemaal in. Ja, nu zitten allemaal in, maar iedereen heeft dat. Jij zegt dus, het is al een moeilijk genre, en ja. dat klopt. En dan gaan dus al die games die dat moeilijke genre hebben, die gaan allemaal bij elkaar zitten. Dat is toch vreemd? Dat is hetzelfde als dat alle shooters in dezelfde maand gaan zitten als Call of Duty in november. Of de hack- en slash-titels die nu met z'n vieren ook in één bootje zitten. Ja, Bayonetta, Darksiders. Cold of War, Dance Inferno zit ook niet. Dus eigenlijk is het gewoon een onbegrijpelijke trend. Ja, dat is vreemd. Maar waar komt het door? Want jij hebt het over fiscale jaar. Ja, niet alleen, maar er zijn een paar... Als gamers zijn, daar heb je er natuurlijk niet veel aan. Mass Effect bijvoorbeeld uitgesteld. Vanwege de drukte in het eindejaar wilden ze hem niet doen. Met die antitels, weet je, het blijft gisteren na natuurlijk. We kunnen niet per se die beweging van die uitgever zetten. Maar Final Fantasy 13 bijvoorbeeld, het is een game die in Japan, moest die echt einde van dit jaar, moest die echt wel komen. Want die wilden ze die feestperiode mee laten pakken. Het is gebeurd, meteen dat hij in Europa komt, dan ben je alweer een paar maanden verder. Dus dat is een reden waarom Final Fantasy erin zit. Die... Ja, maar bijvoorbeeld White Knight Chronicles, die is al eind 2008 in Japan uitgekomen. En die... Eerst dachten we van, nou, die komt niet. Er zit natuurlijk ook weer een hoop online functionaliteit bij waar je van ze kunnen zeggen, ik weet niet of ze dat één op één over kunnen zetten. En ik denk dat een hele hoop is, ja, toeval is misschien te raar gezegd, maar ik denk dat een hele hoop wel net allemaal samenvalt op verkeerde momenten. Wat ik wel grappig vind, jij noemt Final Fantasy 13 een beetje als voorbeeld van het fiscale jaar. Ik heb het helemaal niet over het fiscale jaar met Final Fantasy 13, hè. Ik heb het nu even over dat ze in het einde jaar willen zitten van het kalenderjaar. Ja. Zodat ze met de feestdagen meegepakt worden. Ja, maar wat ik dus niet snap, want je hebt net wel dat fiscale jaar genoemd, waar bijvoorbeeld bepaalde uitgevers nog gewoon die games dus in het eerste kwartaal willen gooien. Fiscale jaar loopt dan met 31 maart. Maar wat ik dus niet begrijp, waarom Square Enix dat dus doet. Als ik Square Enix zou zijn geweest en ik zou rekening houden met mijn aandeelhouders, dan zou ik die westerse release van Final Fantasy 13 juist na 31 maart doen. Want waarom? Ze hebben nu in dit fiscale jaar hebben ze zowel Dragon Quest 9 in Japan gereleased, als Final Fantasy 13 dus wereldwijd. Dat betekent dus gewoon dat ze dit jaar belachelijk veel geld gaan verdienen. En volgend jaar gaan ze daar no way aankomen. Dat betekent dat die aandelen keihard omlaag gaan en dat er gewoon gezeik is. Ja, maar volgend jaar, dan hebben ze bijvoorbeeld Final Fantasy 14 staan. Dus ze kunnen... Je moet ik niet vergeten dat Final Fantasy 13, het fiscaal jaar is natuurlijk wel belangrijk, maar Final Fantasy 13 uitbrengen in de eindejaarsperiode van 2009 is ook super belangrijk. Omdat op het moment dat jij hem in april uitbrengt, is wel leuk van, oh ja, fiscaal jaar gaan we lekker hard, stappen we meteen binnen met Final Fantasy 13. Maar dan heb je gewoon wel een hele feestperiode gemist, waarin die game al af is. Ja, maar maart is dus al geen feestperiode meer. Ik begrijp die release van de Japanse release begrijp ik. Ja. Dat is uiteindelijk gewoon een slimme set geweest. Maar die maart release, ik ben er blij mee hoor, Final Fantasy 13, liever vandaag dan morgen.
Maar ik snap gewoon de financiële achtergrond erachter. Ik denk dat wij er inderdaad niet snappen, maar dat er wel een goede reden voor is. Want wij, in alle eerlijkheid, denken dat we allemaal hier niet genoeg inzicht hebben. Hoe gaat het uitpakken? Dat is veel interessanter, denk ik. Hoe gaat het uitpakken als je zoveel RPG's uitbrengt in één periode? Dan gaan er een paar gruwelijk hun kop verliezen. Ja. Welke? Ik noemde er net een paar. Alle nieuwe IP's. Alle? En Star Ocean. En Mass Effect? Mass Effect niet. Nee, Mass Effect is geen IP. Nee, oké. Okay. Mass Effect is ook eigenlijk de eerste van het rijtje, waar iedereen ook wel naar uit zit. Ik denk dat Mass Effect in Nederland niet zo hard gaat lopen als in het buitenland. Dan krijgt hij net iets minder ondersteuning dan EA internationaal eraan geeft. Het is ook iets minder, ik bedoel, als je het mij vraagt, het zou ook een shooter kunnen zijn. Nou ja, het is een fantastische titel en ik hoop heel erg dat die gaat lopen, maar het zal geen Call of Duty aantallen weg gaan zetten. Ja. Of super. Sowieso gaat het geen super aantallen wegzetten, in Nederland in ieder geval niet. Maar Mass Effect en Final Fantasy die gaan een hoop goed doen. Voor de verder rest hou ik echt mijn hart vast. Want het is een hele hoop klassiek wat er zit. Een hele hoop echt wel stroeve RPG's. En ja, want het zijn vooral die Japanse RPG's. Die blijven een beetje in hetzelfde. Ja, nou, niet alleen Japanse RPG's. Die hebben natuurlijk gewoon echt een specifieke doelgroep. Het is niet zo dat je als onwetende gamer zo'n game gaat oppakken. En is dat zo? Nou ja, ze zijn allemaal ooit mee begonnen natuurlijk. Bijvoorbeeld de Final Fantasy serie, die heeft nog wel wat bekendheid. Daar wordt nog wel een beetje over gepraat. Maar als jij zegt van tegen iemand van ja, ik ga Resonance of Fate spelen. Dan denk ik van, oké. Okay. Weet je, ik heb bijvoorbeeld altijd wel een beetje gegamed. En toen ik jonger was, vanaf Commodore 64 eigenlijk al. Maar ik ben eigenlijk pas mezelf zeg maar gamer gaan noemen. Ik ben niet dat ik op straat loop, ik ben een gamer. Maar nee, niet, ik wel. Alleen in het weekend, maar... ik ben echt begonnen met gamen en toen heb ik gewoon willekeurig een titel opgepikt. Las ik in een blaadje, dacht ik, oh, Wild Arms heette die. Zware Japanse RPG. Ik vond het helemaal tof. En daar ben ik mee begonnen met gamen. Dus het is niet zo. En er zullen veel mensen zijn die zijn Resonance of Fate zien liggen. Weet je, coole box had, ik heb er iets leuks over gelezen, laat ik hem eens oppakken. Dus ik denk dat dat ook te kort door de bocht is. Maar het is natuurlijk wel zo heel veel gamers die gaan voor bekend voer. En je ziet het overal, iedereen roept altijd wel. Ik heb het al een keer eerder aangehaald. Net bij EA roept iedereen over originaliteit, creativiteit. Dat komt in de winkels. Ze zeggen, oh ja, het is vet dat jullie het uitbrengen. Maar fuck jou, ik had toch Modern Warfare. Ja, we kopen hem niet, inderdaad. Maar jou, die Japanse RPG's, ik zei het net ook al, qua techniek ook... Is het nog steeds wel een beetje verouderd? Ja, het is een beetje hetzelfde. Hè? Wat jij dus net zegt. Jij zegt dus bij westerse releases zie je juist geen... heb je een beetje hetzelfde als wat ik bij Japanse games... dat een beetje stilstaat. Maar ik vind juist westerse RPG's... Ja, ook. Er zijn ook westerse RPG's die echt wel veel trein maken. En BioWare doet het bijvoorbeeld heel erg goed. Ja, BioWare doet het inderdaad. Die maakt echt gewoon stappen vooruit. En als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de Oosterse BioWare, Square Enix... Ja, het is toch wel elke keer hetzelfde. Ook Final Fantasy serie. Ze doen steeds wel weer iets anders. Maar het is niet echt zo'n hele grote stap. Nou, weet je wat het is? Wij hebben begin deze week een discussie gehad. Of in ieder geval een punt waar we veel over gepraat hebben. IGN.com, een grote game website, die bracht een lijst van 10 dingen uit. Van luister jongens, dit willen wij weghalen. Japanse RPG's, we love them, hebben ze allemaal gespeeld. Weet je, we zijn allemaal verliefd op. Alleen dit soort dingen zijn eigenlijk echt niet not done meer tegenwoordig. En ik ben een groot fan van Japanse RPG's en ik zit eigenlijk op al die titels te wachten. En ik zat die lijst door te lezen en ik dacht van fuck, ik ben wel echt een fanboy. Want ik slik dat nog als zoete koek, zo'n nieuwe Final Fantasy. Terwijl als je kijkt een paar dingen uit die lijst. Op die lijst stond bijvoorbeeld dat de wereld er zo van, ze hadden dan als kopje bijvoorbeeld, stel je voor dat je in een RPG-wereld zou moeten leven. Want het zijn geen levende werelden. Je loopt steeds maar door die dode setpieces heen met mensen erin die maar één ding of twee zinnen te zeggen hebben. En je gaat hun huisjes binnen en je pakt af en alles uit het kistje en zo. Het is een heel oud argument, een beetje flauw, maar het houdt absoluut wel stand. En ook dat heel veel dingen, weet je wel, die filler die in RPG zit. Zo van, oké, je moet weer backtracken over een gigantisch veld met 10 miljoen random encounters waar je weer een uur doorheen zit slapen. En ook de clichés, dat vond ik eigenlijk het beste punt, de clichés in verhaal. Want iedereen zit wel van fancy, fantastisch verhaal. Star Wars, goed verhaal. Stills of Speria, goed verhaal. Ik vind het ook helemaal top. Ik slik het ook, zeg ik al, als zoete koek. Maar zij zeiden ook van, weet je, we zijn wel een klein beetje moe van steeds diezelfde typische verhalen van de wereld redden. Ja. Dat is ook wel inherent aan het genre, zeg maar. Omdat dat, dat vinden ze helemaal tof, vanaf niks komen en dan de hele wereld redden. Maar aan de andere kant, zij zeiden, in die lijst zeiden ze ook van, weet je, maak een keer een nieuw verhaal. Zoals een moeder die op zoek gaat naar haar kind. Of een geest die zijn eigen dood moet onderzoeken, die zelf vermoord is, zeg maar. En er zijn wel eens wat dingen geweest die daarop leken, maar... Hij zei ook, die jongen die tiek zei ook van, ja weet je, er zijn dingen die ik in 15 seconden bedenk. Jullie zijn een bedrijf, jullie zijn erin gespecialiseerd, jullie kunnen wel iets beters bedenken. En dan, ik lees heel veel boeken en als ik kijk naar hoeveel verschillende thema's daarin voorkomen,
En RPG's is het wel steeds dezelfde soort verhaallijn. En ik bedoel, pin me er niet op vast dat in elke game, je kunt altijd wel uitvoeren, Persona bijvoorbeeld wel weer heel goed daarin, dat hij een heel intiem verhaal brengt. Maar die grote RPG's zijn altijd wel een beetje hetzelfde. En ze noemden ook die stereotypes van altijd de lone soldier. Het schattige meisje, kleine meisje wat wel magie gebruikt. Het kleine jongetje wat een beetje irritant is, maar ook wel toch wel weer schattig. Ja, weet je, noem ze maar op. En ik zat te lezen, ik dacht echt van fuck, ja, het is best wel confronterend, zeg maar. Dat is, lijkt me ook een beetje raar. Ik bedoel, jij leest dat en jij denkt, jij hebt een reality check van, oh wacht, wat ik eigenlijk al die tijd speel is eigenlijk absoluut best wel... En de tweede reality check is, ik zit nog steeds even hard op Final Fantasy 13 tocht en ik ga het weer spelen. Ja. En ik zie mezelf tegenwoordig, misschien door dat artikel dat ik erover na mag denken, weet je, ik ben absoluut niet meer objectief als het op dat genre aankomt. Ik bedoel, als je het echt objectief gaat behandelen, echt 100% objectief, dan kun dan je RPG's bijna... Dan kun je het eigenlijk bijna geen voldoenis meer geven. Die hele game, al die games. Nou, we gaan het zien, Jelle. Final Fantasy 13. Ah, oh, dat wordt zeker een cijfer. Ik ben benieuwd. Hey, jongens, nog even snel wat kijkersvragen, want we gaan weer echt veel te lang door. Niet dat dat erg is, hoor. Maar voor jou, Simon. Ja. De vraag, komt er dit jaar een nieuwe GTA? Er komt in 2010 absoluut een nieuwe GTA. 100% zeker. Waar denken en hopen jullie dat het zich zal afspelen? Ik denk dat hij op de iPhone uitkomt. En ik denk dat hij zich 2 weken geleden of een maand geleden net weer het uitgevonden wordt afgespeeld. Okay. Oh, goed antwoord. En ik denk dat hij Chinatown Wars heet. Oké. Nou, dan weet je het, jongens. Klasse. Voor jou, Chris. De game Mac kan met 256 man gespeeld worden. Zitten we daar eigenlijk wel op te wachten? Nou, als het soepel loopt wel. Dus dan kan je echt grote veldslagen gaan spelen. En dat is wel heel tof. Maar ja, het is de vraag natuurlijk hoe je 256 internetverbindingen zonder lag kan laten verlopen. Ik moet nog zien. Of zonder lag of zonder Mac. Ja, nou ja, dat gaan we zien. Jelle, voor jou een best wel pittige vraag. Waarom is er eigenlijk geen Inside Gamer magazine? We zien hier wat later, maar geen Inside Gamer magazine. Ja, je hebt wel het Gamer magazine. Dat wil ik niet horen. Waarom is er geen Inside Gamer magazine? Omdat ik het maken van internetwebsite gewoon veel leuker vind. Lekker video's maken, lekker actueel zijn met nieuws, recensies. Gewoon proefballonnetjes gewoon gelijk online gooien. Ik ben echt een online mens. Jij vindt een blad altijd achterhaald. Die zegt actueel. Nee, het is niet wat ik wil. Ik vind het leuk om bladen zoals dit te lezen, maar ik ben echt gewoon een internetman en ik maak gewoon een website, een leuke website, genaamd Inside Gamer. Oké, nou duidelijk. Jongens, hartstikke bedankt. Simon, tot de volgende keer weer. Chris, jij ook. En jou zie ik altijd alweer opduiken ergens, somewhere. En als je dit weekend op straat gaat lopen, zeg dan in ieder geval dat je wel een gamer bent.